En in verband met de herdenking van 46 jaar staatkundige onafhankelijkheid brengt onze redactie u deze week een serie onderwerpen in het journaal. Wij beginnen vandaag met een verslag van gesprekken die wij hadden met enkele jonge Surinamers bij het scholencomplex De Zorg en Hoop. Wat ons opviel is dat bepaalde jongeren geen antwoord konden geven op gestelde vragen, terwijl enkelen hun mening over de richting welke ons land op moet al gelijk klaar hadden. Aangezien de jongeren onze toekomst zijn, stelden wij de vraag hoe het voor hun aanvoelt om in een onafhankelijke staat te leven. Voelt prettiger, je bent vrijer, je kan kiezen, alles. Mensen bepalen niet te veel voor je. Iedereen heeft zijn rechten en plichten nu. Het land is aan niemand afhankelijk, we staan op zichzelf. Ja, dat is voelt lekker en is beter dan wat het was. Dat kunnen we zeker zeggen. Ik vind het goed en ik vind het ook goed dat we zelfstandig zijn. Maar het zou beter zijn als het vlotter kan gaan in het land. Ik ben het eens met Joshua. Hij heeft wel geleerd dat vlotter kan gaan in het land. De situatie is een beetje moeilijk en zo. Dus ja, ik kan wel vlotter. Bij bepaalde, ik kan zeggen, leeftijdklasse is het niet echt zo dat onze rechten beschermd worden en zo. Dus rechten zoals die, ze laten bijvoorbeeld minderjarige kinderen werken terwijl ze naar school moeten gaan en zo. Ja, dus dat is een voorbeeld. Deze jonge burgers hebben niet alleen rechten, maar hebben natuurlijk ook plichten. De jongeren vertellen graag op welke manier zij een bijdrage zullen leveren aan ons land. We gaan naar school, we hopen iets goed later worden, een goed beroep te hebben. Betaal je belastingen, of onder andere dat. En ja, dat is het zo is dat je helpt. Alles, want ook nu de tijd is wel een beetje hard. Maar toch, ik vind dat iedereen dat werkt, dat een goed beroep heeft, liever een bijdrage en helpt de situatie. Ik heb wel een plan waarbij ik Suriname door wil brengen. Dus verder in economie. Dus dat is wat ik ook studeer. Dus Alita, dus als het ware wil ik gewoon, ik weet niet of ik nog hier ga blijven, maar ik weet wel zeker dat ik hier ga zijn, in mijn oudere dagen tenminste. Nou niet in mijn 50ste, maar misschien in mijn 30ste, ja, waar ik goede ervaring heb opgelopen. En dan kan ik wel hier komen om het even te delen met anderen, om het Suriname beter te maken. Ik maak gebakjes en zo en ik verkoop bijvoorbeeld voor kleine winkels en zo liever ik ook een bijdrage, want ik krijg dan geld terug, ik kan dan naar school en zo en die andere mensen genieten van mijn heerlijke gebakjes.